Zo, ik ga het vandaag even helemaal anders doen. Ik heb mijn laptop ingeruild voor een paar rubberen kaplaarzen. Want ik ga groene vingers halen hier in de A-vogeltuinen in het Harde. Want A-vogel ken je misschien wel van hun natuurlijke geneesmiddelen. Nou, 70% van al hun producten bestaat uit planten en bloemen uit hun eigen tuinen. En dat moet geoogst worden. En het leuke is, je kunt je daarvoor opgeven. En dat heb ik gedaan, dus ik ga deze ochtend gezellig een dagje meehelpen. Want waar kan je nou beter van ontstressen dan van bezig zijn met de bloemetjes en de plantjes. Vandaag staat op het programma de oogst van de goudsbloem. Nou, dat is deze plant. Hij heeft als werking dat hij werkt tegen lichte verbranding door bijvoorbeeld zonnebrand of dat je je gebrand hebt aan een pan. En de sapjes uit die plant die zorgen ervoor dat het echt heel verzachtend werkt. Dus het is echt ook een hele nuttige oogst die we vandaag gaan doen. Goedendag, hè? Voor de oogst is het heel belangrijk dat jullie echt het bloemknopje plukken. Dus het steeltje, ja, dat moet echt minimaal lang zijn. Nou, en soms heel af en toe zit er ook een geel bloempje in. En die willen we er ook niet in hebben. Dus echt deze mooie kleur goudsbloem oogsten, alstublieft. Oké. Zo, dat gaat al loei snel. Kijk dit nou, dit is gewoon echt mensen die dat vaker doen. Oké, jongens, ik ben wat trager, ik zeg het maar. Leuk werk is het, hè? Heel leuk vind ik het nu al. Ja, echt, het is lekker. Lekker simpel, erbij. Simpel taartje, ja, lekker super. Buiten. Deze ook nog goed, hè? Het is eigenlijk wel grappig dat als jij een calendula zalfje op je huid smeert, dan besef je helemaal niet wat daar allemaal aan vooraf is gegaan. Zoveel werk, zoveel ingrediënten. Hier zijn we bij het driekleurig viooltje aangekomen. Hier moeten we even de kopjes afknippen, de bloemetjes afknippen, zodat die plant veel beter gaat groeien. Dit is curry, maar ik dacht dat curry, ja, heel raar. Ik dacht dat het geel zou zijn, maar als ik eraan ruik, dan is het toch wel echt curry. Ik dacht dat curry geel zou zijn. Deze ziet er dus een beetje groen-grijzig ziet het eruit. Ja. Maar, ja, toevallig kunnen we hier kijken. Hier heb ik bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld hier van een plant. Ja, wacht even hoor. Dit is Sint-Janskruid. En met dit plantje lijkt geel, hè, dit bloemetje. Maar als je hem uit gaat persen, dan zie je in één keer dat er rode vloeistof in zit. Oh ja. En dat is dus de werkstof van de hypericum, Sint-Janskruid. En waar werkt dat dan tegen? Hij heeft een ontspannende werking op je huid. Oh, op dus wij maken er een olie van. Ja. Op basis van zonnebloemolie. Dat doen we, die bloemetjes voegen we hier aan toe. Dus dan halen we echt heel veel van die bloemen. Halen we van de plant af. We hebben echt duizenden kilo's van nodig. Ja. En die komen op de olie van de zonnebloem. En dan krijgen we een rode ontspannende olie voor je huid. Oh, en dat klinkt goed. Johannesolie. Ja, hoe laat super. Ga je me masseren? Nou, ja, ik weet niet. Geef het maar. Zo, je zintuigen worden hier wel helemaal aangezet. Dus we moeten nu onze schoentjes uit. En we gaan nu over het zogeheten blote voetenpad. Eventjes voelen, zien. Nee, niet zien. Vooral voelen. En voelen, hè? Ja, wat doen we eigenlijk? Voelen, we gaan voelen. Oké, ik hou even mijn mond. Fanny, wil je even plantjes eten zo lekker? Oh ja, ja. Mensen weten helemaal niet meer dat je me zo uit de natuur kunt eten. Want hier zijn we bijvoorbeeld bij een heel leuk plantje. Ja. We scholen tussen de groene bladeren een hele mooie oranje bloem. Dit is de Oost-Indische kers. Ja. En hij is super lekker.
Oké. Okay. Eet smakelijk, zou ik zeggen. Het voelt toch een beetje raar om hem helemaal in je mond te stoppen. Hè? Huh? Is wel lekker hoor. Ja. Oh, echt heel lekker. Nou, als je afvroeg hoe stevia eruit ziet, dit is het dus. Dat had ik echt nog nooit gezien. Oh, ugh, wow. Heel zoet. Ik ben helemaal gelukkig hoor. Sunny is gelukkig. Geef me een bloemenveldje. En ja, gewoon heerlijk. Er is hier even niemand. Wat is hier de gedachte achter? De gedachte van een modderbad is, het is lekker koel, er zit heel veel water in, het is heel verfrissend, het is turf, dus stap er maar eens lekker in en dan voel je, ervaar je eigenlijk waarom het zo goed is voor je. Dus eigenlijk moet ik erin gaan liggen. Dat is het beste. Ik wens je veel plezier. Dit voelt zo raar. Wow, dit doet me denken aan vroeger op de manege, gingen we dit ook altijd doen. Zo, nou, mijn ochtend zit erop. Was hartstikke gezellig. Leuk om te doen en eventjes niet bezig te zijn in je hoofd, maar gewoon even lekker, nou ja, in de natuur te zijn. En ik denk dat het ook wel goed is om weer even stil te staan bij wat er eigenlijk allemaal in producten zit die je eet en die je op je huid smeert. Dus dat is ook nog een heel informatieve ochtend. Je kunt je hier trouwens ook voor opgeven of aanmelden. Dat kan via de link in de beschrijving. Dat is op sommige ochtenden in het jaar. Dus wat mij betreft,